Mijn ouders kwamen sowieso uit de rode kant. Mijn vader zat ook in het bestuur van de VARA en aan de Partij van de Arbeid. En dat, ja, arbeidersjeugdcentraal, het woord zegt het al. Er zijn natuurlijk al een heleboel arbeiders. En ja, het sortiment veredelde padvinders noemden wij dat van vroeger. Toen je ging naar de padvinderij, je ging naar de AJC. Je had in wezen twee stromingen van vroeger, daar kon je heen. Hoe heette de horde waartoe u behoorde? De Rode Bloem. De Rode Bloem? Ja, ja, daar is ook wel een foto van. De Rode Bloem. Ja, ja. En wanneer werd u lid? Hoe oud was u? 12. 12. Want Rita die is dan 2 jaar ouder dan ik en die was al lid. En ja, ik stond te popelen om ook lid te worden. Ja. Ja, ja. En waarom stond u te popelen? Wat was er zo aantrekkelijk aan die AJC? Nou ja, goed, dat gezamenlijke, denk ik. He? Ja, ja, ja God, het was 12 jaar, ik was natuurlijk nog wel jong genoeg. Maar ja, dat leek me heel leuk ja. Toen. He? En waren ook vriendinnetjes, Bert de Kuijer en Trui de Jonge nu al, en die werden ook allemaal lid, waren van mijn leeftijd ook. Uit wat voor gezin kwam u? Was het een beetje vanzelfsprekend dat u lid werd van de AJC, of kwam u uit een gezin waar dat niet gebruikelijk was? Hoe kwam u daar terecht? Ja, mijn vader wel lid van het SDAP. En, nou ja, zo ben je erin gegroeid. Ik was 11 jaar en 11, 12 jaar en nou, toen mocht ik naar de AJC. U vertelde net, eerst werd je... Rooievalk, vertel het nog eens. En toen werd je Rooiewacht. En toen werd je jong socialist. En hoe groot was de groep? Nou, een stuk of 50, 60. Het was, groot? Ja, het was een grote groep. En, maar er waren geen jong socialisten bij en de rode wachter. Het waren echt de rode valken. En weet u nog bij welke horde u hoorde? Het waren alleen maar meisjes. Geen jongens erbij, die hadden zelf weer hordes. En wij hadden dan de meisjes, de hekkenspringers. Kwam u ook uit een rood nest? Ja, heel rood nest. Heel rood nest. Bij ons ging de rode vlag uit op maandag, op 1 mei. En was het, dus het was wel een beetje vanzelfsprekend dat u bij de AJC ja, want kwam? Ja, mijn ouders, broer en zus, die maar niet veel ouder waren dan ik, of verschillende 1,5 en 3 jaar. Maar die waren op de AJC. De spel- en dansavond werden in de vissershopschool en het ging ook al gegeven. En daar liep ik al mee, van toen ik 10 of 11 jaar was. Bij welke horde zat u? Ja, dat is een heel verhaal. Ik zat officieel, zat ik later, waar ik mijn proef gedaan heb en dergelijke, in Horde de Vossen. Maar ik ben eigenlijk begonnen meelopen met mijn broer in de horde de watervlooien. De watervlooien? Ja, dat is een hele geschiedenis. Vertelt u eens. De watervlooien, dat was een horde onder leiding van Cor Hottentot. Dat was een Oostzaans AJC'er. Dus. En die hadden horden in een oud kajuitjachtje. En dat lag aan de oude Vredeweg. Dat is bij de Kalkovens in Zaandam. Okay. En daar hadden we horden. Ik was Jan de Boer, Siem List, weet ik. Piet Pol, Piet Kalf van Oostzaan was ook in die horde. En ik mocht meelopen dan met mijn broer. En dat is een hele geschiedenis geweest, want dat bootje dat moest op een zeker moment weg daar. En er was een van die hordeleden, dat was Jo Bartels. Die woonde aan de Prinsenstraat en die hadden een slootje achter hun woning. En daar mocht het broodje liggen. Maar toen moest het versleept worden. En toen kwamen die Oostzaaners, kwamen met boeren Jolle, Oostzaaner Jolle, om dat bootje te verslepen. Ja, ja. Maar ja, dat bootje had een tijd lang in de modder gelegen. In zo'n moddersloot. Dus dat was niet helemaal dicht meer. Dat moest gehoost worden onder het varen. En dat bootje moest gesleept worden door de Hanepadsluis naar de Prinsenstraat. En daar is het toen verder blijven liggen. Wat was de AJC?
in mijn visie een gezellige club die veel dingen voor je organiseerde. Dingen die je dus jaren niet had gehad, omdat je eigenlijk net na de oorlogsjaren zat. Er was helemaal niets en dan komt er een vereniging en daar word je lid van. En die organiseren dingen voor jou. Die organiseren kampen, die organiseren sportochtenden in school C of volksdansen, waar ik dan niet zo'n fan van ben. Maar er werd wat georganiseerd. Je had elke week had je een hordebijeenkomst. Sim Jongeneel was mijn hordeleider en daar mocht ik s'avonds naartoe. En dan weet ik nog dat Sim Jongeneel die bracht me dan over de weg bij de brug en de Vaardijk moest hij dan alleen doen. Want het was s'avonds donker en ik was een jongetje van een jaar of 13. En hij wilde dat je dus gewoon thuis kwam. Dus de AJC was een vereniging, daar was je lid van. En daar kon je een hoop dingen doen en daar ontmoette je andere jongens en je kreeg daar vrienden en je keek weer uit naar een andere bijeenkomst die er was. Dat was de AJC. Maar AJC was voor mij niet een iets van verworpene draden, hè, en achtergronden van uit de armoede en bij arbeiders en zo. Zo heb ik dat eigenlijk nooit beleefd. Dat werd je dus wel bijgebracht. Met elkaar, voor elkaar. Laat ik het zo zeggen, dan zeg ik het een beetje beladen, maar wel jongens met elkaar. Hè? En, ja, dat wel. Zo ben ik daar gekomen en dat was op 30 april. En dat was, noemden ze een inwijdingsbijeenkomst. Daar werden dus nieuwe leden werden er aangenomen op die dag. En de andere leden, de jonge leden, ze noemden het vroeger Rode Valken. Rode Valken heette het voor de oorlog. Die werden dan Rode Wachten en ik werd dan Rode Valk, hè. En dat noemden ze een inwijdingsbijeenkomst. En in mei hadden we dan een feest en daar werd je dus echt aangenomen als lid, hè. Dus, en hoe oud was u toen? Ik was 12. Ik was toen net 12, ja. Dat was voor de oorlog? Was voor de oorlog. Nou ja, en toen brak de oorlog uit en toen is er nooit meer wat... geen bijeenkomsten geweest of zo. Nee. Toen ben ik nooit nergens meer heen geweest. Mijn broer wel, want het schijnt dus dat een oude groep AJC'ers die dus wel met elkaar doorgegaan zijn eigenlijk, in het geheim. Maar ja, zodra de oorlog afgelopen was, ben ik weer lid van de AJC geworden natuurlijk. En toen was ik inmiddels al 17 natuurlijk. Zeg, hoe groot was jullie groep ongeveer in Zaandam hier? Nou, ik denk dat het toen de tijd zo'n 60, 70... Dat is groot, hè? Ja, maar dat is al een vrij grote groep, hoor. Ja. Het nest waar ik uit kwam, vader, moeder en zo, volledig socialist. En mijn moeder in het besturen van FNV, of NVV Vrouwengroep, Partij van de Arbeid. En dan mijn vader, echt een democraat-socialist, als ik het goed zeg. 40 jaar bondswerk. Van de textielarbeiders. Dus het zat bij ons op dat betreft wel goed. Ja. En hoe oud was je, Rie? Ik was 11,5. Jullie groep heette een koppel? Dat heette koppel de Rietzangers. En onze vlucht heette... Valkenvreugd. 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 En dit is een bewijs... van dat je daartoe behoorde. Dat je, ja. En dit was tevens, als je daar lid van werd, dan moest je proeven afleggen. Ja, hoe moet ik dat zo zeggen? Een 10 geboden meer van de wereld ontspannen met vriendschap. Wij zijn vrienden en beschermers der natuur. Geen alcohol en geen tabak. En we hebben eerbied voor ieders overtuiging, ook wanneer het niet ons is. En... als we daar dan mee bezig gingen, op de koppelavonden ook, dan werd er aan een gegeven moment op een zaterdag of zondag de proef afgelegd. En het was dan plusminus 5 tot 10 kilometer wandelen. En dat werd dan aangegeven. Ja, dit heb in de was gezeten, dus vandaar. Als je dan wandelde, maar dan moest je ook tevens onder die wandeling, dan zat er ergens op een dijk, dat weet ik nog heel best, want die heette Annie Kobers. Heel oud wijfie. En die was gevallen op die dijk en die moest je helpen. En als je die goed hielp, dan kreeg je er ook weer een aantekening voor. Dat je echt bevriend was met andere mensen en zo.
En wat moest je daarvoor doen om Rode Valk te worden? Was je dat gewoon of moest je nog iets speciaals daarvoor doen? Nee, we moesten een wet was er. Dat was een wet. En dan moest je de primuswet doen, of de primusproef doen. En nou ja, dan moest je de primus aanmaken en allerlei dingen. Want daar werd in de Rode Nederzetting op gekookt. En als je kamperen ging, werd er op de primus, werd er gekookt. Nou, dat waren kringen van dingen, die primus. Want ze waren vaak verstopt. En dan moest je met een pennetje, moest je dat gaatje weer voor die spiertjes openmaken. En dan, nou ja, dan deed hij op het laatste, dan moest je goed pompen. En nou, dan had je een vuurtje. Dus ja, dat was wel leuk. En dan had je touwknopen en splitsen. En nou ja, dan begonnen we met de wet. En, nou, en die wet bestond uit 12 regels. Nou, eentje heb ik erop onthouden. En dat vond ik een hele goeie. En dat was: wij Rode Valken hebben eerbied voor iedere overtuiging, ook al is dat de onze niet. Maar als jullie die Rode Valkenwet gingen aanvaarden, moest je dan stuk voor stuk, hoe stel ik me dat voor, moest je nou stuk voor stuk al die, ik zou maar zeggen, geboden opnoemen? Nee, of was het, zo streng was het niet? Nee, zo streng was het. Je moest die primusproef doen? En dat deed je met elkaar, dan maakte je een beetje... Nee, dat ging allemaal echt spelenderwijs. Je had een primus, was een kookapparaat, hè? Ja. En daar moest je dus leren om ermee om te gaan, want petrolie zat erin en er was een bakje, daar moest je spiertjes in doen. En dan werd het elementje wat erboven zat, dat werd warm. En dan moest je pompen en dan werd het petrolie werd gas. En dan ging dat ding branden. Jullie droegen een uniform? Ja. Ja. Hoe zag dat eruit? Nou, we hadden een blauwe blouse, moest je aan. En ik begreep, die kreeg je ook vanuit de vereniging. Want ik herinner me nog ooit dat er zo'n pakje lag in zo'n cellofaantje. En dat was een blauwe blouse. En dan met hier van die zakken, zo'n soort, toch wel sportief iets. En dan moest je om je nek zo'n rode zakdoek. Helemaal rood, dus niet zo'n echte boerenzakdoek, maar helemaal rood. En dan kon je zo'n ding eromheen doen om hem vast te maken. En op die ring die hem vasthield, zat ook een embleem van een rode valk. Zo'n valkie was dat toen nog. Dat zat erop. En als je dus meer leiding kon geven, als je dus mensen die jonger waren weer ging begeleiden, dan kreeg je daar zo'n dit koord ketting door en er zat ook een fleut bij. Want je moest de mensen bij elkaar, de kindertjes weer bij elkaar fleuten. Dat ging toen en dan kwamen ze ook allemaal weer eens als ze nodig had. Droegen de jongens ook een uniform en hoe zag dat eruit? Ja, nou, precies hetzelfde ook, met een rode das, met een kippenring. Nou, ik noem maar een kippen, maar zo'n ring die je dan dat omhoog haalde. En dat was daar een uniform en daar was je echt van in het begin best wel trots op. Zeg, en je zegt, jullie hadden een kostuum. Hoe zag dat kostuum eruit? Het kostuum, een blauwe rok, een blauwe blouse, rode sjaal en het vignet van de koppel, de rietzangers, moesten we zelf borduren. Zat op je post. En dan en je had dan het diplomaatje gehaald van dit. Dan kreeg je de trekvogel op je mouw. Okay. Als je leiding was, dat ben ik dus dan zelf nooit geweest, dan kreeg je de witte koord. Met de fluit er al. Dat was voor de leiding? Dat is de leiding. Oh, dan wist je ook dat de leiding was van je groep. Okay, dus jullie hadden... En de mannen hadden bruinig en later werd het een wietkoord. Had iedere afdeling eigenlijk een aparte vlag of een apart vaandel? Ja, iedere afdeling had een eigen vlag. En dat namen jullie overal mee naartoe? Daar ging overal mee naartoe. Je had de vlaggedrager en die beheerde de vlag ook, volgens mij weten. En die namen we over. Naar ieder kamp, alles, daar ging de vlag mee. Want die moest dus staan dat wij daar waren. Hadden jullie verder nog wat? Totempalen? Totempalen, totems. En totempaal. De totem was ook meest van een rond bord met de valk erin. Okay. Ja. En dan de trekvogel. Totem met de trekvogel. We hadden eigenlijk
voor de oorlog een rode valkendoek. Ja. En ja, die was verboden, dat mocht niet meer. Colijn die had het verboden. Ja. En dus die doek moest af. En nou hadden we een wijdingsavond, dat was voor 1 mei, 30 april was dat, het was een wijdingsavond. En daar werden de rode valkendoeken werden dan afgelegd. Weet u nog waar dat was? Nou, dat was in Zaandam ook? Ja, dat was in Thalia. Dat was Prins Hendrikade. En dat heette Thalia. Dat was een theater. Ja, dat moet een raar moment geweest zijn, hè? Ja, dat was een emotionele... Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja, dat kan was, me wel voorstellen. Ja, ja. En had u ook een uniform? Ja, dus de blauwe kiel en het witte koord. En het witte koord. Dat ik op de IC kwam, was de rode doek, de rode halsdoek was al verboden. Die was staatsgevaarlijk. Toen werd gelijktijdig, dacht ik, het verbod op de internationale, op de radio ook ingevoerd. Ja, nou, dat was natuurlijk in, wanneer zou het geweest zijn? Ik denk in 37, denk ik. Het was voor de oorlog. Het was voor de oorlog, hoor, in ieder geval. Duitsland die stond natuurlijk al op zijn kop, hè, met Hitler en zo. En toen, en wat voor een regering of hier hadden, dat zou ik ook niet kunnen zeggen hoor. Maar in ieder geval, er kwam een uniformverbod. We mochten niet meer met onze rode das, blauwe kiel en rode das hadden we, de rode valken tenminste. En nou ja, die werden toen in Carré, ja. Waren we in Carré met z'n allen heen gegaan. En daar werden we dan officieel hebben dan de rode doek afgedaan. Ja, ja. Ja. En er was dus van bestuur of zo stonden ze wel op het podium. Ja. Wie het precies waren, weet ik niet. Ja, was Koos natuurlijk al bij en Van Halen. En dat was wel, ja, dat was wel emotioneel. We hadden wel onze blauwe kiel. En later is dan dat witte fluitkoord is er dan voor in de plaats gekomen. Je had ook een groet hè, van vriendschap. Hè. Dan, hoe begroeten jullie elkaar? Nou, vriendschap, hè. Dat ging zo. Na de oorlog is dat ook overgegaan hoor. Want dat was natuurlijk net als met die Duitsers, Heil Hitler. Ja, hè. Ja. Zo, dat wilden we natuurlijk helemaal niet. Dus er is een heleboel veranderd toen hoor. Ja. Jullie hadden bijeenkomsten. In Krommenie. Ja, ja, ja. En in Wormerveer, denk ik. Ook. Waar vonden die bijeenkomsten plaats? Ja, nou, in Krommenie. We waren toch meteen dan in dat jeugdhonk. Was geloof ik vroeger van de sigarenfabriek geweest. Zo. Het staat aan het water. Het staat er nog. Het luchthuis. Het luchthuis, ja. Ja. Met beneden ook een grote zaal waar we ook volksdansen konden en zo. Ja. Want dus dat was een groot gebouw, ja, stel ik me zo voor. Ja, ja. Het was beneden en boven en nog boven, nog hoger. Dus daar hadden we dan eerst zeker een bovengedeelte van. En toen is op de een of andere manier zeker geld bij elkaar gekomen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval in de werkloze tijd hebben de werklozen hebben het helemaal verbouwd. Dus toen hadden we het hele gebouw. In de oude gasfabriek tot de tijd bij station Wormerveer, daar hadden wij ons domicilie. En ik weet dus dat ik één avond sowieso heen ging om te volksdansen. Eén avond om een thema te bespreken. Dan was er iemand die ging iets over een boek vertellen of zo. En dan zaten we met z'n zeven of met z'n achten zaten we daarover naar te luisteren. Er was ik ben op trommelen geweest, dus was een avond dat je trommelen ging. En dus ik ging soms wel 3 avonden in de week ging ik naar Wormerveer. Om daar, en ook nog wel eens bij iemand thuis, zoals Rita Jongeneelden, die stond ook weer boven mij. Die hield ook dan wel weer eens, dan had zij ook zo'n groepje en dan gingen we daarheen en dan gingen we bij Rita gingen we een avondje praten met elkaar. En dan Zaandijk zat bij Zaandam en Wormerveer en iets van de Zaandijk zat dus bij ons deel, Koog zat bij Zaandam en Oostzaan en zo.
En op jullie koppelavonden, zeg je, deden jullie dingen voor de internationale... De Rode Nederzetting in Vierhouten, daar werkten we de hele winter naartoe. We hadden een trommelgroep. Ik heb nog wel op trommelen gezeten. De eerste slagdingen, moet je maar zien, de eerste slag. Ik heb hem nog. Maar daar was ik niet zo geschikt. Mooi, hè? Een meneer uit Wormen, die gaf ons les. En je had dus echt de trommelgroep ook, hè? En blokfluiten. En speelde u muziekinstrument? Nee, ik heb getrommeld. Getrommeld? Ja. Nou ja, dus toch. Ja, ja. Ja, dan kregen we les van Bikkel. En Bikkel was de zoon van de logementhouder van Bikkel. Wat dus later het logement van het leger de Zeils geworden is. Okay. In de Klauwershoek. Het was van trommel, die spanning met van die leertjes of van die touwen. Het was een mooie koperen trommel met zwarte banden. Ja, dat waren mooie dingen. En zingen, dat werd er toch ook wel veel gedaan. Ja. Ook door de jongens. Die maakten er wel eens een geintje van. Of die probeerden zich wel eens te drukken ervan. Maar er werd ook veel gezongen in de AEC. Ze hadden ook speciale zangbundels. Ja. Eigen zangbundels. Want de Merel was algemeen van de AEC, vooral van de ouders van die. Maar de Rode Valken hadden zo'n kleine oranje zangbundeltje. Hoe zag zo'n avond eruit, zo'n hordeavond? Nou, dat eerst zingen. Dan? Eerst zingen. En dan kletsen natuurlijk onder elkaar, want dat viel er wel wat te kletsen. Gingen we samen met z'n allen gingen we eten in het jeugdhuis. Nou, dat was een gezellige maaltijd natuurlijk. En waar was dat jeugdhuis? En het jeugdhuis was op de Klaas-Katerstraat. En we hadden een jeugdhonk op de Klaas-Katerstraat. Dat was zo'n gebouwtje van ons. Ja. En daar gingen we dus altijd heen, hadden we bijeenkomsten. En we hadden ook, sportbijeenkomsten. Dat was in de visserschopschool. En dan gingen we dus, zitvoetbal en al deden we. Ja. En dat was ook altijd wel onder leiding van, die kwamen meestal uit het hoofdbestuur vandaan. Maar, en die zang- en dansbijeenkomsten noemen ze dat dan, dat was dan in het jeugdhonk. Er kwam dan ook altijd iemand van buitenaf, van het hoofdbestuur of zo, die ons dan zangles gaf en dansen. En dat was echt heel professioneel werd het wel gedaan hoor. We hadden ook veel gezamenlijke bijeenkomsten hier in Zaanstad dan, zou ik maar zeggen. Want het was toen natuurlijk nog allemaal apart. Ja. Maar die Zandijk en Kogen, die hadden ook allemaal aparte bijeenkomsten. En daar hadden we ook veel gezamenlijke bijeenkomsten. Ja. Kijk, hier heb je dan zo'n zanggroep, hè? Dat was, daar zitten we dan te zingen met elkaar. Was u zelf ook iemand die aan het lekenspel meedeed? Nou, als ik niet te veel hoefde te zeggen, dan was het toch goed. We hebben dus met een wassen beeldenspel meegedaan. Oh god, we hebben wel vreselijk gelachen hoor. Mocht ik natuurlijk niet lachen en dan zat mijn moeder in de zaal. En dan zei mijn moeder, oh Trien! Dan moest ik natuurlijk weer lachen. Ja, god, nou, ik ben vast wel een lachenbek altijd. Ik moest altijd wel vreselijk lachen over hem. Ja. U bent veel te weten gekomen in de AEC, denk ik, over de natuur, hè? Ja, over planten en dergelijke. Ja, dat was ook toch wel een vast thema. Dat je dus veel... bij mijn biologie lezen niet direct, hoor, maar dat er dus veel over gesproken werd ook. Gingen we bij Cor Hotten toch, die woonde in Ozaan. En dan gingen we van daaruit het Ozaaner veld in. En dan gingen we, degene die een kano of een roeiboot had, die ging dan roeiend of kanoën. En degene die dus, zoals wij heel hard, ging geen kano's. Nee, dat kon ik wel doen. Maar wij gingen dan in zo'n Ozaanse boerenplat. Oh ja. En dat ging niet met de motor erop, maar dat moest geboomd worden. En dan gingen we naar de Twiske, wat toen nog een gewoon laagveen moerasgebied was. En dan kregen we daar biologie les en we verzochten het zonnedauw en andere planten. En dan had je ook de natuur in, hè? Bij meneer Korthoeven trokken we de natuur in. Dan moesten we hem zo laat in Heemskerk zijn op de fiets. En dan nachtegalen luisteren en dat luisteren en dat. En dan
ook de natuur weer met planten en bloemen. Ja, ik dacht van eens in de maand of zo dat we erheen gingen. Dat was ook niet verplicht. Maar we waren ook wel met in dat oude gasfabriekterrein, want dat was dat toen, dat we ons koppelhonk er allemaal hadden. Tentoonstellingen, wat we allemaal deden, wat we in de winter wel deden, van handenarbeid. Maar ook, dat weet ik nog heel goed, paddenstoelen tentoonstelling. En dan gingen we eerst met de heer Kortehoever en met onze leiding, dat ging de hele vlucht, paddenstoelen zoeken. In schoenendoosjes, heel voorzichtig, dit en dat, en namen erbij. Dus daar leer je dan ook van. En dan had je tentoonstelling en dan een kleine intree. En dan mocht iedereen komen kijken hoe je het had opgezet. Met mors en weet ik wat. En dan ook, daar moest ik pas aan denken, want dan hadden we, er was ook een, dat was echt een natuurforscher, Jan Sneevliet. Dit was echt altijd voor bloemen en planten. En dan gingen we, in het najaar, een tentoonstelling organiseren van alles wat er in de natuur, eikeltjes en tinappel en paddenstoelen. En dan werd dat allemaal neergezet en dan, ja, dan was er een, en dan kwamen de vaders en moeders. Ja, die moesten dan wel natuurlijk, want god, jij mocht, ja, we hebben al meegedaan. En allemaal kijken, daar was je mee bezig. Daar was je tijden mee bezig. En, ja, een soort vitrines maken en er moest alles neergezet worden. En heb je thuis nog wat opgezette beestjes of wat ook. En daar werd er wat loos van gemaakt. Moesten jullie contributie betalen? En konden jullie dat betalen? Nou, dat was, het kostte nog wel eens moeite. En dat was natuurlijk ook wel, als er meerdere kinderen uit een gezin waren, dan hoefden ze ook wat minder te betalen. Hè? Want ja, en het werd ook altijd, als we weggingen, kinderen die, als ze snoep meenamen, dan moesten ze het inleveren. Dan ging het in een doosje. En dan was het, want er waren soms kinderen die ontzettend veel snoep en rijen en alles meekregen. Er waren ook kinderen die dat niet hadden natuurlijk. Want je betaalde contributie en dan ging natuurlijk ook een aantal centen gingen er naar het hoofdbestuur. Ja. Hè? De afdeling kreeg er wat van. En dat was dan ook weer voor de Paasheuvel of voor die gebouwen, voor de Stichting van Zon en Vrijheid. Dat was die beheerde dan die terreinen. Hè? Hoe dat ging, hoeveel we nou precies betaalden, weet ik niet. Ik wacht zoiets als 12,5 cent. Of een dubbeltje en dan namen we 12,5 cent mee, want er was ook een offerpot. En dan ging die 2,5 cent ging in de offerpot. En waar die nou precies voor was, weet ik ook niet meer precies. Het was voor extra dingen, denk ik. Ja, ja. Ja. En er werden dus bijvoorbeeld, ja, die rode nederzetting, dat was denk ik ook zo'n beetje 5 gulden per kind. En dat was het. En, ja, in het begin was alleen mijn zus erop, later mijn broer. En toen waren er met z'n drieën erop. Werd het natuurlijk heel moeilijk, want ja, 15 gulden was een weekloon en dat kon je heel moeilijk missen. Maar dan werden er zegeltjes verkocht door de AJC'ers en dan werd er dus een beetje steun voor ons opgericht. Er waren dus mensen uit wat armere gezinnen mee geholpen werden. En er waren dus ook wel, zoals mijn zus, die had een vriendin, die de ouders, die hadden het wat beter. En die hielpen dan ook nog even bij. Ja. Er was wel solidariteit. Want mijn vader was in de crisistijd, dit was vrij over 30 jaar. Die was dus tijdens die houtwerkerstaking, was hij zijn werk kwijtgeraakt. En die was dus meestal werkloos of in de werkverschaffing. Dus wat er binnenkwam, dat was heel schaars. Moeder moest erbij gaan werken. Ja. Stiekem, want anders kregen ze nog geen steun ook. De financiën waren beperkt. En nou ja, ik ben mijn ouders wel dankbaar geweest, vooral mijn moeder, die dat meest op moest brengen natuurlijk, dat ze ons dat mogelijk gemaakt hebben. Hadden jullie ook een clubblad? Ons maandblad was de Wiekslag en die moesten we zelf verkopen. En dan ging je langs de, deuren en dat geld... Langs alle deuren? Langs alle deuren. Langs alle deuren, net als een collecte, wie de Wiekslag wou kopen van ons. En in kostuum dus, in het AJC-kostuum. Oké. En ik dacht dat het een dubbeltje was, dacht ik. En ontmoette je dan ook wel weerstand als je dat aan de deur kwam verkopen? Nou, dat de mensen zeiden... Nou, dat weet ik niet. Want je was vol vertrouwen dat je die Wiekslag voelde. Nou ja, en anders niet. Het is net als bij een collecte eigenlijk. Ja. Maar je had wel veel...
Van NVV-mensen en van de partijmensen dan, dat je dat dan eigenlijk van deed. Die dat kocht. Ja, en dat ging dan in de kars. Okay. Maar die wijdingsavond, dat was dan 30 april. En dat was een hele mooie avond. Daar werd gedanst en daar werden dan de rode valken werden overgedragen naar de rode wachter. Dus dat was een heel, heel... Dat was een prachtige gebeuren. Ja, een prachtig gebeuren. En nou ja, er was een spreker dan en er was dan een volksdans. En dat was de begroetingsdans naar de rode wachter toe. En, nou ja, dat was een... Nou, en dat, dus dat was die avond, 30 april, was achter de rug. En dan was het 1 mei. Nou, dat was een, we gingen dan laat naar bed natuurlijk, maar we moesten 's morgens vroeg moesten we op. Dat we waren om, nou, uur of 5, 6, moest ik mijn bed al uit. En dan moest ik, voor mijzelf, moest ik een zomerjurk aan. U had geen AJC-uniform dan aan op 1 mei? Nee, nee, met het dansen, want dan was het dansen. Okay. We moesten dansen op de Burgt. Oké, rond de Meiboom. Rond de Meiboom. En nou ja, en volksdansen. En, ja. Rond de Meiboom moesten we dansen. Nou, en dan gingen we, dat was dan om 7:30 was dat afgelopen. We waren dan, hadden we dan gegeten en dan moesten we zorgen dat we om 8:30 op de Burgt waren. Want daar kwamen allemaal kindertjes, groot kinderen van, nou ja, jonge en ouderlijke, van partijgenoten. Nou, en toen gingen we allemaal lopende met vlaggen en met trommels en met allerlei dingen, gingen we fluiten en gingen we allemaal naar het ZFC-terrein. En daar werden allemaal spelletjes gemaakt, gedaan. Dat, nou, daar hadden we de leiding, die rode valken hadden de leiding dan, met ouderen natuurlijk. Ja. En daar was dan de 1 mei ochtend. Nou ja, dat was dan om 12:00 afgelopen. En was het nou slecht weer, dan gingen ze naar de film. Maar meestal was het wel goed weer hoor. En nou, dan gingen we om 11:30 naar huis toe. En dan 's middags, dan was het voor de ouderen, dan was er een optocht, dan was er een demonstratie. En, nou ja, dan was het echt een feestmiddag. En dan kwam Schermerhorn, die kwam praten. Of Evert Vermeer. Of, nou ja, echt die hoge pieten, die kwamen daar praten. Het was een hele indrukwekkende, die hele dag was indrukwekkend. Maar toen 's avonds, toen was er een bijeenkomst van de partijmensen in ons huis op de Gedemptegracht. En nou, daar was dan een leken spelen en dan... ja, allerlei leuke, gezellige dingen werden daar gedaan. En ook weer een spreker. En er werd gezongen. En wat zongen jullie dan? Nou, Morgenrood natuurlijk. En het Internationale. En nou ja, wij zongen dan liederen van de Rode Valken en van de AJC. En dus wij schrijden en de gedachten zijn vrij. En nou ja, zulke dingen zongen we dan allemaal. Nou, dat was dan om 10:50 afgelopen. En toen was de dag om. Hele dag, hè? De hele dag. Ja. Maar het was erg leuk. 1 mei was een hoogtepunt. Kijk, ik heb 1 mei ervaren van kind af aan, want ik was als kind op de vissershoopschool. Dan vroegen alle kinderen vrij. Het was ook een rode school ook. De meeste, er was misschien nog 1 klasje over van kinderen die dan niet met het 1 meifeest meegingen. Dan gingen we dus, dan kwamen de meeste, toen al AJC'ers, om op het Vissershoop
kinderen op te halen. Die gingen dan in optocht achter de AIC'ers aan naar de Burcht. U herinnert zich nog wel markante sprekers op die 1 mei. Ja, ik weet heel goed dat er dus sprekers waren van dat Koos Vorink is wij spreken. Dat heb een heel indruk op me gemaakt. Want het was eigenlijk begeesterend iemand om dus niet te horen praten. Jullie hadden natuurlijk ook 1 mei optochten, hè? Ja. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, god ja, dat hadden helemaal praalwagens, hè. Want er ging natuurlijk ook van de Partij van de Arbeid, of tenminste ECP was er natuurlijk ook bij. En god, we waren nachten bezig om zo'n praalwagen te maken. We hebben wel eens de wereld ontspannen met vriendschap. Hadden we een hele grote wereldbol. Wat hadden we van die boer vlakbij ons? Die hadden we een platte kar. En daar maakten we het op. En was, ja, god, daar waren we dagen mee bezig. Want u vertelde ook dat u bent verloofd onder de meiboom. Ja. Kan ik me herinneren dat u dat door de telefoon vertelde. Vertelt mei, u eens wat over? Nou, we hadden verkering met elkaar. En nou goed, toen op een gegeven moment wilden we ons wel verloven. En toen hadden we besloten, we hadden ringen gekocht. En toen zeiden we, nou dan gaan we dus... We hadden dus dan 1 mei, 1... Ja, 1-5-51, hè? Dat was onze datum. Mooi. Dus dat vonden we prachtig natuurlijk. Hè? Dus nou ja, er werd natuurlijk voor ons gedanst in die meibom. En dan sta je eronder natuurlijk met die linten, gaat het allemaal door elkaar heen. Dat was natuurlijk hartstikke mooi. En met Pinkster hadden we dan Pinksterfeesten. Ja, dat is ook zo. In Pinkster hadden we dan Pinkster. En dan werden ook de mensen getrouwd onder de meibom. Hè? Dan was je pas echt getrouwd. Net als katholieken in de kerk. En wij zeiden dan onder de meiboom. Wat wij dus deden met de AIC, en dat vonden wij, dat vond ik dan toch wel weer leuk. Dat we dus een beetje hielpen die 1 mei bijeenkomsten van de Partij van de Arbeid een beetje aan te kleden. Door op die avond van de 1 mei aan het reizen waren. In Wormen moesten we optreden, en in Krommenien moesten we optreden, in Wormerveer moesten we optreden. En daar moesten we volksdansen rond die boom. Hey, dan, en liedjes zingen. En dat was dan helemaal gepland. Want in Wormer begon de AIC het eerst, voordat de spreker kwam. En in Krommenie, of in Wormerveer, moest het er tussendoor. Dat was allemaal gepland. En dan moesten we op de fiets razende weer naar het andere gebouw, want daar moesten we weer optreden. En dan moesten we naar Krommenie, naar de sociëteit, want daar was ook de 1 mei bijeenkomst. En dan moesten we daar weer heen. En dan kregen we een flesje fris. En het was hartstikke leuk. Maar dat was even goed hartstikke leuk. Wat moest je dan optreden? Zingen. Zingen. Liedjes zingen. Wielenbal op de gele wagen en tralalala. Maar ik kan die liedjes niet meer, eerlijk niet. Want maar ik deed er gewoon mee. En dansen met die koorden die dan door elkaar gingen. En die paal die ging helemaal mee. Die sjaalden we mee naar de volgende locatie. Zo werkte dat. En dat was plezier. Dat was echt spannend. Dat was echt leuk. Dit was dat we meegewerkt hebben aan een... Aan een lekenspel? Een lekenspel met 1 mei op de gasfabriekterrein. Oh ja. De toneelvereniging. En er was natuurlijk ook een gymvereniging, hoe heet dat ook weer? Van de partij. Van de SDAP? Ja. En dan dus het eigen kring, dat was de toneelvereniging. Oh, ja. En wij erbij met de AIC hadden een hele lekenspel opgevoerd. Ja, ik herken dit als de gasfabriek. Dat was op gasfabriekterrein. Herinnert u zich nog grote sprekers die er op demonstraties waren? Ja, Koos natuurlijk. Hè. Ja. Koos Vorink, dat was deel van Wim van Halen. Ja, maakte dat indruk? Ja, zeker, ja. Koos was, Koos Vorink was wel een beetje, toen niet zo erg in de gaten gehad, een beetje militaristisch, hè, maar toen niet. Ja, Koos, dat was je grote voorbeeld. Ja. U heeft ook vast wel grote sprekers meegemaakt. Ja, ja. Is er iemand die grote indruk op u heeft gemaakt? Of dat u zegt van, nou, als je die hoorde,
Nou, wat ik me wel bijstond, we hebben toen eens een Pinksterfeest in Amsterdam gehad. Dat was vlak na de oorlog. En toen kwamen we op een gegeven moment langs het huis van Koos Vorink. En dat vond ik eigenlijk zo akelig. Ik vond, die man die stond daar zo. En nou, dan moesten we allemaal in zijn richting kijken. En nog denk ik dan, dat vond ik helemaal niet leuk. Dat vond ik helemaal niet leuk. Dacht ik, gat wat akelig. En dan had je natuurlijk de oorlog meegemaakt. Ja. En dan had je die dingen gezien. En dan dacht ik, moeten wij dat voor die man ook doen? Waarom? Je vertelde net dat je dat het inkwartieren, dat je dat ja, regelt. Hoe was, deed toen, je dat? Nou, je begint eerst bij je eigen leden. Hè? Bij de vaders en moeders. Er kwamen groepen hier. Ja, er kwamen groepen. En dan weet ik, ze kwamen uit Amsterdam, uit Haarlem en nog een stad. En dan weet ik wel dat het heel vervelend was, want wij hadden geen telefoon. En dan kwam de telefoon bij mijn vader op het werk. Dat weet ik ook niet precies meer. En ik werkte bij Verkade. En dan belde mijn moeder op en zegt van, Amsterdam komt niet met zoveel mensen, maar met een paar meer. Of we daar ook. En dan hadden ze ook nog, denk ik, de ledenlijsten van de Partij van de Arbeid. Want die ging ik dan ook allemaal af, want ik moest helemaal naar de militaire weg brengen, moesten we mensen meebrengen. En daar kunnen we er nog één kwijt. En Krommerdijk hadden we, ik rijd er nog wel eens langs. Ik denk, oh jee, hier heb ik toen nog een paar kinderen naartoe moeten brengen. Maar ik was verantwoordelijk voor die inkwartiering. En toen kwamen ze allemaal bij de gasfabriek en daar was het verzamelen. En daar stonden ook een heleboel pleegouders dan, waren dat dan pleegouders. Die kwamen die kinderen dan ophalen, maar er waren ook die konden niet. En die moesten we ze dan wegbrengen en soms achter op de fiets. En 's morgens dan moesten ze weer op een bepaalde plaats, hadden we weer een bijeenkomst, een gezamenlijke broodmaaltijd of wat dan ook. En dan 's avonds moesten ze weer naar die pleeggezinnen toe en het was meestal 2 dagen of zo. We gingen met de trein, met de nachttrein. Met de goederentrein gingen we dus naar Amsterdam. Dus we kwamen om 1:00 of 3:00 kwamen we 's nachts aan. En dan moest je nog ingekwartierd worden. Want Amsterdam moest zorgen dat wij ingekwartierd waren. Nou, ik weet niet hoeveel mensen er al waren. Het was een heleboel hoor. We hebben van alles gekeken natuurlijk in Amsterdam. We hebben de Westerkerk geweest. Je kreeg een rondleiding door de stad en zo. En het was een soort stadspel eigenlijk. Ja, het was een soort stadspel was het eigenlijk. Nou ja, dat was dan het paasvuur op de Dam, excursie door Amsterdam. Ja, dan ben je zo jong nog, dat kan je niet allemaal. Maar dat weet ik dus heel pertinent, hoe of dat toen was. Ja. En we hebben daar ook met elkaar, weet ik, ook door een stad gewandeld. Helemaal allemaal achter elkaar, want we hadden vlaggen voorop. En dan wandelden we door de stad heen. En dat maakt het ontzettend veel indruk op je eigenlijk, die verandering van mensen, hoe een ander mens leeft. Ja, dan werd je ingekwartierd en dan had dan een afdeling die verzorgde dan een bonte avond voor ons, zal ik maar zeggen. Oh, was hartstikke leuk altijd hoor, ja. En in Hilversum zijn we ingekwartierd geweest, ja. Het was dan wel leuk dat we in Den Haag woonden, dat was dan dus in de oorlog en na de oorlog. En toen werd ook natuurlijk de AEC opgericht. En toen hebben wij ook weer inkwartiering gehad van een jongetje. Ik weet niet meer waar vandaan, maar ik denk, nou is onze beurt. Ja, ja leuk. Hè? Ja, ja. We hadden ook weekenden in het gemeentehuis in Blaricum. Hè? Daar hadden we ook nog weer een huis. Ja. En daar hadden we dan natuurhistorische weekenden. Hè? Nachtwandelingen deden we dan. Dan gingen we naar Egmond. En dan zetten we daar de fietsen neer, ook bij een AEC'er of zo. En dan gingen we langs het strand wandelen en dan zagen we de zon weer opkomen. En dan waren we 's morgens om 10:00 waren we dan hier weer thuis. Dat was een nachtwandeling. En bij het hemelverdag gingen we dauwtrappen. En dan gingen we ook heel vroeg. Maar dat was meestal slecht weer om het hemelverdag. Maar dat soort dingen deden we allemaal. Hè. Je was eigenlijk zo bezig altijd. Hè. Lopen, Heemskerk. Ja. Niks voor ons. Lopen daar naartoe, lopen daar. Niemand had hard nog fiets of zo. Maar dan gingen we lekker aardbeien eten. Dan kwam er echt een hele kar met aardbeien. En afdeling Velsen Noord en zelfs Haarlem of misschien wel Alkmaar, Beverwijk. Alles kwam daar naartoe. Dus dan had je een hele grote AEC-ploeg die er heerlijk zat aardbeien te eten. En dat was voor de arbeider vrij duur.
Maar wij gingen, en dan had daar iemand, ja, dat voor elkaar gezorgd. Nou, broodjes mee. Nee, niks erop, want je krijgt raden bij, weet je wel. Maar lopend er naartoe. Ja, ja. Mooi. Over de vuurlijn en niks gelast. En zingend, hè. Ja. Want dat loopt het lekkerste. Ja, ja. In de zomer, dan gingen jullie, u zei, we gingen naar Schorel. We gingen naar Bakken. Bakken. Wat deden jullie daar? Ja, wandelen. Wandelen. En als er een terreintje was, waren we in het volksdansen. We hebben een keer gehad, toen gingen we met Pasen. Gingen we naar Bakken. Ja, met Pasen gingen we naar Bakken. En toen hadden ze paasbroden meegenomen, die jongens, de stuur. Maar die waren van, stel waren van tevoren heen geweest en die hadden dat verstopt. Dat was een grote speel bij was, ik weet niet zo goed meer. En die hadden dat verstopt. En nou is goed, dus wij daar een beetje gedanst en zo. En dan moesten we die broden zoeken. Nou, ze waren haast allemaal weg. Ze waren haast allemaal verdwenen. Maar je hebt dat gesticht daar dichtbij. En daar liepen van die mensen omheen. Die hadden natuurlijk al wat gezien. En daar waren onze paasbroden. Vergeet je leven niet meer. Hè? Oh, mensen hadden de dag van hun leven natuurlijk. Ja, ja. Wanneer gingen jullie naar Schorel? Was dat de meestal in de Pinkster. Pinksterweekend gingen we vaak naar Schorel. Dus zaterdagsmiddags gingen we weg en zondags of maandag s'avonds kwamen we weer terug. En wat deden jullie dan in Schorel? Nou, ook speurtochten hebben we gedaan. Maar je moest in die tent ook opzetten natuurlijk. En ik herinner nog allemaal stro aan het onder. Want bij die boeren hadden we balen stro. En daar kwamen dan die, ja, luchtbedden had je ook natuurlijk niet. Dus het was altijd wel een beetje prikken in je rug. En dan gingen we, ja, ook met elkaar zingen. En 's ochtends allemaal in pyjama. Nou, dat herinner ik me nog. Wassen allemaal, namen we achter elkaar wassen in pyjama. Gingen we dan wassen. En ja, en puzzeltochtjes maken en al die dingen meer. En, ja, kring, volksdans. Er werd ook heel veel gedaan natuurlijk in AIC. Er was ook altijd weer een volksdansgroep. Dus het, ja, was altijd voor iemand die een blokfluit mee had. Wat aten jullie als jullie daar waren? Ja, wat aten we. Gingen, ik weet nog dat ik daar koken moest in een tent. En dan hadden we van die pap, en ik weet die naam niet meer, van die kleine korreltjes pap toe. Ja, ik weet niet meer die naam, hoe die naam was. En dat herinner ik me zo. Ze zaten allemaal in de kring. En die korreltjes, dat bleven een soort met zagen. Want je moet zeggen, die zagenbolletjes had je van vroeger. Nou, die bleven ook in die melk. En dan namen ze een hap. En dan was prrr, en dan gingen al die korreltjes in de ronde. En namen jullie dat eten mee op de fiets? Ja, allemaal mee op de fiets. Ja, want auto's waren er niet. Nee. Allemaal grote zijtassen mee. En ik had dan een rugzak op waar mijn eigen spulletjes een beetje in zat en zijkas op de fiets en daar ging al eten in voor die dagen. Ja, het werd natuurlijk ook zo sober mogelijk gehouden. We gingen natuurlijk altijd op de fiets, ja. Eigen broodjes mee, hè? En we haalden, ik weet wel dat we naar Schorel, wel eens vaak een weekend naar Schorel gingen, dan haalden we bij de melkfabriek haalden we karnemelk, zo'n hele tin karnemelk. En er waren dus van die oudere hordes, de horde van Pietje, ja, dat was een horde, superhorde. Superhorde. Ja, die brachten dan die plakken de banden altijd, als er onderweg een lekker band kwam, want ja, dat gebeurde nog alles. Als je met zo'n hele groep naar Schorel fietste, dan was er onderweg altijd wel een of twee lekker banden, die moesten dan geplakt worden natuurlijk. En dat deed dan de orde van Pietje Heertjes, die waren dan goed in banden plakken. En dat was het, ja, want het was, ik weet wel, van dan kwam zo'n binnenband eruit. En ja, dat waren niet de beste fietsen, die waren dus opgelapt van oude fietsen bij elkaar. En die zaten vol met plakjes. Oh, en dan zeiden ze, kijk eens, het lijkt me een binnenband, met binnenplakketjes als een binnenband. Zeg, en was er een taakverdeling tussen jongens en meiden? Want wie kookte er bijvoorbeeld? Geen idee. En wie zette de tent op? Ja, wij zetten de tent erop. De jongens? Ja, de jongens onder aanvoering van Gerrit Duinmeijer. Ja, en onder aan daarvan moesten we de tent van die, bij die boer vandaan halen. En werden het waren van die
Ja, dan sliep je geloof ik met z'n achter of met z'n zesje sliep je zo met de pootjes naar de paal toe. En zo sliep je allemaal in die tenten. Maar de dikke oude legertenten, dat weet ik ook niet. Maar ze waren van de afdeling Zaanstreek Noord en die waren daar van ons en dan zetten we ze op. En ik weet, 's morgens werden we wel eens gewekt door ik geloof dat het Henk Zwart was, of die ging dan 's morgens heel vroeg stond hij op en dan ging hij met zijn blokfluit ging hij ons wakker spelen. En dan gingen we wat doen, speurtocht. En we gingen ook naar de IJsbeer. Dat weet ik wel, dat was altijd de laatste dag. De IJsbeer, dat is een meertje in Schorel. En ik weet echt niet of het nu nog bestaat. En daar konden we zwemmen in dat meertje. Er was een heel groot wit duin. En moesten we daar doorheen. En ik weet nog dat we daar tot zover kwamen, want ik geloof dat het verderop was het nog niet helemaal vrij. Want er konden nog mijnen liggen of handgranaten of wat ook. Maar ze hebben stukje bij stukje, hebben ze die deunen vrijgemaakt. En tot daar konden wij dan lopen en dan konden we naar de IJsbeer. We mochten ook niet verder op andere paden, want dan konden we nog een minuutje liggen. Dat was natuurlijk eigenlijk vlak na de oorlog. En ja, op een gegeven moment ga je allemaal weer naar huis na een paar dagen en weer op de fiets. En die tent in bij boer. Hoe heette die boer ook alweer? Het was bij de molen, maar en dan moesten die tenten moesten weer in de molen. En ja, net op dat stro, moest je eerst bouwen stro en moest je die tenten volgooien met stro. En dan kon je daar niet slapen. En in Schorel logeren jullie bij de molen, hè? Later, eerst bij Venus, zeiden ze. Die waren ook van vroeger uit Krommedie. En die hadden daar kippen zeker of zo, ik weet het niet precies hoor, maar het waren allemaal kippenhokken. En daar sliepen we dan in. En hoe sliepen jullie daar? Nou ja, op stro natuurlijk. En eigen laken mee. En later hadden we dan wel eens van die zakken gemaakt, dat we daar het stro in konden doen. De een is en de ander zo. En de kussensloop met hooi. En de medailles hebben ook altijd een prachtig lied. Dat moesten we altijd eerst zingen. We hadden nog zoveel trek. We moesten eerst. Dan was een smid die had een knecht. Ja, precies. Precies. Daar was een smid die had een knecht. Te lang staan bij zijn werk. Maar als het eten zuurtje sloeg, dan was hij wondersterk. Hij was de eerste aan tafel, kwam de laatste die verdween. Daar kon hij vlijtig zijn, daar liep er overheen. Daar kon hij vlijtig zijn, daar liep er overheen. Zijn meester sprak hem daarom aan en zei: ik heb steeds gehoord. Was Hansberg en het is ook nog een goed en eerlijk woord. Ja. Zoals men werkt, zo eet men ook, bij u is niet alles. Want werken doet gij als een kind, maar eten als een reus. Want werken doet gij als een kind, maar eten als een reus. Dat zei de knecht, dat weet de knecht, werkt hier 40 uur. De etenstijd is altijd kort, wie houdt dan op de duur? Als mijn man eens zo'n 40 uur met eten door mocht gaan, ik weet dat het ook wel langzaam ging, misschien liet ik wat staan. Ik weet dat het ook wel langzaam ging, misschien liet ik wat staan. Altijd. We kwamen overal, uit het hele land kwamen alle AIC'ers altijd naar Vierhouten. Dat we naar het kamp gingen, dat was ook wel veel met Pinksten. Gingen we met de trein en dan lopend van Nunspeet, want de trein ging niet verder als Nunspeet en dan moest je toch wel dik een uur lopen. Ja, maar langs een lange weg, weet ik nog, stoffige weg, allemaal naast elkaar, rugstapjes op. Gingen we daarheen. En er kwam ook de buitenlandse, dus internationaal. En ben je daar naartoe geweest? Daar ben ik geweest een hele week. Gingen we met boemeltreintje heen en lopen van Nunspeet naar Vierhouten met rugzakje op. Nou, daar zat dus in, sowieso, een katoenen slaapzak, je pyjama, je tandenborstel en de toilettoestanden, een emaille bord, kroeslepel en vork, en dan ook een zakmes, zeker een zaklantaarn, want dat mocht je niet vergeten.
Nou ja, en dan je schone kleren, wat je echt wel nodig had. En daar sliep je in tenten met z'n zessen, met z'n negenen. Met de voeten naar de paal toe, dus in ronde tenten. Buiten wassen, nou alles afwassen en nagelang je als goede trekvogel moest doen. En we aten dus ook in groepen rond de tent. Dan werd er ja, vanuit het Rode Valkennest werd er gekookt. En ook buiten werd er gekookt. En dan het brood kreeg je dan daar uitgedeeld. En, nou, vooral hagelslag, hè? Gekleurde hagelslag, dat was het geëikte. Wat je lekker. En dan moest je in het begin deden we zuinig. En op de laatste dag dan kon je bestrooien wat je wou. En wat deden jullie dan? De tuur in, hè, natuurlijk. En een hele wandeltocht, dan gingen we naar het heel Sasterzand en zo. En dat was prachtig, man. Dat was enig, hoor. En dansen? Volk dansen natuurlijk, ja. En we hadden natuurlijk de Paasheuvel, het Openluchtmuseum. En dan gingen we gezamenlijk zingen natuurlijk. En ach, dat was ook wel eens een voorstelling van een of andere groep of zo. Heeft u ook nog gezongen onder leiding van Piet Tiggers? Of was dat voor uw tijd? Nee, dat was voor die tijd. Nee, die hebben wij niet meegemaakt. Nee. Maar wel Carla Constant was er bij ons. Hè. Nou, die was ook hartstikke goed. Hoor. We leerden het wel heel goed hoor, het zingen. Want oh, dat ging allemaal zo en het moesten we, oh, en als het goed ging, dan moest... En dan moet je nagaan dat je natuurlijk zo'n heel theater daar vol zat, hè. Nou, dat ging even wel goed, hoor. Was dat ook plechtig, het ja, zingen? Wel, ja. Ja, je was toch wel echt plichtsgetrouw en je wilde dat toch wel goed doen en zo. En nou ja, we mopperden ook echt als het niet goed ging, hoor. Ik weet wel, dan moesten we van zingen van... Papo, pu, pepi, pu, of zoiets. Dan moest je natuurlijk die toonladder en dan moest je papo, pu. En lachen natuurlijk even goed hoor. Maar ja, dat deed je wel heel serieus hoor. Een wandeltocht. We hebben wel eens een nacht dingen gehad, de spooktocht. Weet je wel, dan liep de een of de ander met lantaarntjes en witte doeken om. En er werd lekenspel werd er dan opgevoerd. Niet bij de Paasheuvel, wij waren bij het Rode Valkennest hoor. En als het heel slecht weer was, dan hadden we evenementen in de zonnehal. En ja, daar was de hele week, hadden ze een heel programma. En dat deed je gewoon allemaal aan mee. Ja. Dat was voor mij de AJC, het was plezier, het was feest. Ik, dat ik nog werkte, heb ik onbetaald verlof genomen. Heb ik 3 weken heb ik in Vierhouten heb ik in de technische dienst daar gewerkt. Tent opzetten, zonnehal aanvegen, stormen tenten weer herstellen. Hele groepen eten kopen in die grote keuken, eten uitdelen. Ja, dat was elke week, dat was 3 weken lang. En elke week kwam er weer een andere groep uit het land vandaan. Die kwamen weer naar Vierhouten. Nou, die zwaaiden je dan weer uit zaterdag. En dan kwamen er weer, een week kwamen er weer andere groepen. Om de 2 uur had je wacht. Kampwacht, vuurwacht. Want er werd ook de eerste dag dat je er aankwam, gezellig, kennismaken weet ik. En er werd het vuur werd aangestoken. En dat vuur was het eeuwige vuur, noemde dat. Vandaar streed je naartoe. En dat moesten we allemaal zien aan te houden. Want dat vuur, het eeuwige vuur, dat is het belangrijkste nou, voor je hele leven eigenlijk. Dat je het vuur, symbool van het hele leven. Maar 's woensdags was het vuur weg. En nou ja, jemie, nee, dat was echt paniek. Want als kind zijnde, nou, dan vond je, nou wie zou zoiets nou geflikt hebben, hè? Want zo was het nou. Maar dat was het spel. Dat hoorde bij dat spel dus, van het eeuwige vuur. Dat vuur moest weer gezocht worden. En dan moesten we speurtochten op donderdag. Dat was dan, op woensdag was dat weg. En op donderdag moest je met de groepen puzzeltochten om het vuur. Nou, en dat vuur dat vond je dan op de Vossenberg in Vierhouten. Nou, dat was hilariteit. En 's avonds feest, dubbel feest met bonte avonden, weet je. Want van dat vuur was weer gevonden. En dat was weer voor de nieuwe groep die dan kwam. Want het was 4 tot 6 weken was een internationaal kamp. Eeuwig vuur. Ja, nou ja, dat is ook weer zoiets. Hè. Dat was, nou, ik moet eerlijk zeggen, dat spel, dan werd dan in het openluchttheater, werd dat spel dan gevierd en of verteld en zo. En ik ben niet zo emotioneel, maar daar wij gingen als technische dienst, gingen we daar s'avonds, gingen wij daar wel heen. Natuurlijk, want dan hadden wij ook niks meer te doen. En dan gingen we daar wel heen. En
Dan weet ik niet precies meer hoe het gaat, hoor, met die eeuwige vlam en zo. En dit opstaan uit. Had ik wel zoiets van, hé, wel een bepaalde emotie kwam er dan los. Sowieso volksdansen. En dan speurtochten, vossenjachten en ja, is dit vlak bij de hei natuurlijk. Maar nogmaals, ik denk, er werd natuurlijk dingen georganiseerd, want dat moet wel met zo'n grote groep. Maar het feit dat je... Dat je vrij bent en dat je met elkaar kan spelen. Dat, is, ja, dat was eigenlijk voor ons eigenlijk al genoeg. Hè? En op die Paasheuvel, dat was heel erg altijd indrukwekkend. Met de kampvuur in de midden. En dan zat er in zo'n grote tribune daaromheen. Allemaal tribune, ja, allemaal stenen of zo. En dan samen zingen en dan vlam stijgen omhoog en zo. En ja, dat zijn hele mooie herinneringen. We moesten alles naar me koppelen. Op het eind, als je naar huis ging, ongeacht wie, een liedje zingen. Zo is het. Kring sluit de weg en nooit gaan de standen. De vriendschap voorbij. Rij, ruilende stappen, dat weer altijd hoort. Wees iemand soms moeder, wij helpen. Ja. Is wie man zo moeder, wij helpen hem voor. Komt en reik nu de handen, de kring sluiten wij. En nooit gaan de stonden der vriendschap voorbij. Dan dreunen de stappen, dat de wereld het hoort. Is iemand soms moede, wij helpen hem voort. Is iemand soms treurig, voor ons schijnt de zon. De vreugde van velen klinkt blij als een bron. Wel de een dan de ander, wordt het zwaarste zo licht. Dan heeft kameraadschap een wonder verricht. Komt marcheert nu tezamen, ons hart houden hard. En niemand vergeten waarom het nu gaat. Blikken steeds voorwaarts, verleden verdwijnt. We reiken de handen en groeten het licht. Komt en reikt nu de handen, de kring sluiten wij. En nooit gaan de stonden der vriendschap voorbij. Learn to stop us.